Studenten van Hogeschool Rotterdam organiseren vandaag in wijkcentrum De Coloriet een activiteitenmiddag voor het goede doel. Er worden spelletjes gespeeld en de kinderen winnen een prijs. Ik heb bingo gespeeld, dat was heel gezellig. Ik heb 2 prijzen gewonnen en ik heb nog ook een snoepje gekregen. Wat vind je ervan dat dit georganiseerd is? Ik vind het heel leuk, omdat heel veel mensen geld geven voor goede doelen. Want de spelletjes zijn niet gratis. Iedereen die meedoet moet namelijk geld betalen. Het geld gaat naar Stichting Jarige Job, die ervoor zorgt dat kinderen uit arme gezinnen in Nederland hun verjaardag kunnen vieren. Deze kinderen krijgen dan 1 week voor hun verjaardag een box thuis opgestuurd. Met daarin alle benodigdheden om hun verjaardag te vieren. Een taart, een limonade en tractaties om in de klas uit te delen. In Dordrecht helpt de stichting zo'n 10 gezinnen. In heel het land worden bij zo'n 60.000 gezinnen geen verjaardagen gevierd. Volgens Roshni is het vieren van de verjaardag voor kinderen erg belangrijk. Er zijn kinderen die ook echt sociaal geïsoleerd raken omdat ze zich bijvoorbeeld ziek melden op hun verjaardag, omdat ze zich schamen voor hun klasgenootjes, omdat ze geen tractaties hebben of geen cadeautje hebben gehad. Wij hebben misschien geen idee hoeveel impact dat heeft op een klein kind. Als je ook de stichting gaat bezoeken, met andere mensen praat, met sponsoren, dan merk je toch, en ook met de kinderen zelf die het moeilijk hebben, dan merk je toch dat het best wel een probleem is. En dan ga je er ook anders naar kijken. Dan is het niet meer van, oh, het is maar een schoolopdracht. Dan is het nu echt van, we willen echt wat ophalen voor de kinderen. We willen ook echt wat terug doen. De studenten hebben geen streefbedrag, want elke euro die binnenkomt is welkom.